Schiedam heeft een nieuwe centrummanager. Pim Schenkelaars. Pim, eventjes de voorgeschiedenis. Wat hebben jullie voor allemaal gedaan? Ja, wat al niet eigenlijk, Jan-Willem. Uh, ik, ik heb natuurlijk heel lang bij de gemeente gewerkt. Bij de gemeente Schiedam. Uh, daarna uh, ben ik ook in uh, Noord-Beverland uh, gaan wonen en gaan werken. En ook uh, heel veel politieke uh, dingen gedaan. En mijn laatste ding was uh, wethouder van Noord-Beverland. Armen ah, men kent jou van Jeugdland. Sinterklaas is een grote vriend van je. Ja, ik ben uh, formeel ambassadeur van de Sint, geloof ik. En uh, uh, hebben toen, uh, toen ik bij Sport en Recreatie werkte, hebben we Jeugdland 2000 opgezet. En daar zat de intocht bij. En dat is natuurlijk een begrip geworden. Wat doet een centrummanager? Uh, vooral luisteren. Ik denk uh, vooral luisteren en proberen te verbinden. Maar dat verbinden, dat is een lastige zaak. Want iedere winkelier denkt aan zijn eigen winkeltje, toch? Ja, maar dat er, daar ben je ondernemer voor. En, uh, een ondernemer die moet voor, primair ook voor zijn eigen uh, toko uh, denken. En uh, het is wel zaak om uh, te zorgen dat, uh, dat wij een heel goed ondernemersklimaat hier met name in het centrum houden. Want we hebben dat al. En dat dat uh, gewoon ook naar buiten toe uitgedragen wordt. Wat is het belang van die eenheid van alle winkeliers, Pim? Uh, de eenheid is eigenlijk gewoon, uh, als je ziet de, de samenwerking die, die wij eigenlijk allemaal voor ogen hebben, is met uh, promotie Schiedam. Want uh, ja, uh, als je promotie Schiedam doet, dan uh, moet je ook een goed ondernemersklimaat hebben. Want dat is een, uh, een middel. Uh, de gemeente speelt daar ook een rol in. En zo proberen we dat allemaal bij elkaar te uh, verbinden. Het beeld van de Schiedammers ligt ongeveer 50 jaar achter. Men heeft het over een lege hoogstraat, er is niks te doen, er zijn geen winkels. Je hebt je eerste indruk opgedaan. Wat vind je er zelf van? Nou, als ik uh, kijk naar uh, uh, het verleden, als je dan toch uh, weer even over het verleden moet hebben, dan uh, is de Hoogstraat met name. En het centrum is uh, geweldig, uh, ja, een upgrading gehad. Want uh, ik nodig dan iedereen uit om uh, eens naar het centrum te komen, voor zover ze dat al niet gedaan hebben. Van... Maar men roept dan altijd, ja, we kunnen er niet parkeren. Ja, dat zal altijd een, een bottleneck blijven. Er zijn natuurlijk voldoende parkeermogelijkheden. Maar uh, iedereen wil ook het liefste voor de deur staan. Dat is thuis ook. En, uh, ik heb ooit eens een mooie anekdote, Jan-Willem. Het was aan het einde van het seizoen toen wij onze bed -and breakfast hadden. Daar wilde iemand per se voor de deur parkeren. En dat mocht niet. Dus dan heb ik gezegd, nou, we zullen de auto optakelen en voor het raam hangen. Dan kun je er de hele nacht naar kijken. Maar... Uh, we hebben hele goede openbare voorzieningen. Uh, met de fiets of de voet. Dus altijd goed. Dus, uh... ja. Daar zijn mensen gewend tegenwoordig om via het internet te bestellen. Ik las gisteren dat bol met name. Uh, het is gestopt. De opmars, het, het, het houdt op. Betekent dat uh, betere tijden voor de winkeliers? Nou, ik weet niet of dat betere tijden zijn. Maar uh, ik kijk alleen maar even naar mezelf. Ik heb het liefste dat ik gewoon in een winkel binnenstap. En gewoon ook ja, feitelijk ook voel wat ik, uh, wat ik zou willen kopen. Je wil het gewoon even in je handen hebben. Ja, ja. en dan ook uh, gewoon okay, ook het sociale contact en uh, dat soort dingen. Want dan, dan, is het, dan wordt het winkelen ook en krijgt een extra dimensie. Zo simpel. Nou is het zo in een stad: uh, er moet wat te doen zijn. Hoe belangrijk vind jij de horeca met name in Schiedam? Uh, van groot belang. Want uh, het is een, een combinatie van factoren. Uh, als je goede horeca hebt. Dan zijn mensen ook geneigd om uh, eerder naar de binnenstad te komen. Nou, dan gaan ze ook winkelen in de binnenstad. Daarna even een, een lekkere cappuccino uh, ergens. Om, ja, nu even niet, maar op een terras of iets dergelijks. Nou, dan is het toch alleen maar gezellig. Ja. Wat kan er wel beter, Pim? Want je kan wel zeggen: het is allemaal een top aan het worden. Maar je moet ook natuurlijk, jij als manager, een kritische blik werpen. Ja, nou ja, wat ik nu. Ik ben vandaag net begonnen. En het is, het is zaak dat we zoveel mogelijk de samenwerking zoeken. Wat wil je uiteindelijk bereiken in deze periode? In deze periode willen we denk ik toch wel. Uh, ik zal tevreden zijn op het moment dat die samenwerking er is, dat die ook daadwerkelijk vorm heeft. En dat we gewoon met, met pilots gaan werken of whatever. Want daar moet ik me nog even in oriënteren uiteraard. Maar uh, dat we dan gezamenlijk deze de binnenstad kunnen promoten met z'n allen. Ten slotte, mag ik je toewensen dat je veel onder de ondernemers te vinden bent, Pim. Uh, dat... De Man van de Straat. Dat, dat hoef je niet te zeggen, want dat, dat ben ik. ik. Ik moet gewoon ook, tenminste, ik moet, uh, ik moet er gewoon lekker bij de mensen af en toe binnen kunnen komen. Ja, nu even in deze decembermaand moet alles en iedereen verdienen. Dus die zitten niet echt 100% op mij te wachten. Maar ik zal zeker mijn, uh, mijn neus om de deur steken bij alles en iedereen. Om in ieder geval kennis te maken en vooral te luisteren wat uh, bij hun leeft. En, dat is, en daar kan ik naar handelen.